Yes, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe update video. Als je wil, sms natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee support je heel erg de video. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop met de code teveelgevraagd. En dit is de itemshop van vandaag. We zien de superheroes weer terug in de itemshop. Nou ja, de superheroes die je helemaal zelf kunt customizen. Dus stel je bent niet echt... of je wil geen V-Bucks meer uitgeven aan skins. En nog een klein beetje, nou dan moet je eigenlijk deze skin halen, want je kunt deze zo erg customizen dat je in principe nooit meer een skin hoeft te kopen. Dus koop een van deze en dan ben je in principe gewoon binnen voor de rest van je Fortnite carrière. Daarnaast zien we natuurlijk nog veel meer dingetjes. Ik bedoel, we zien de Sugar Plum. We zien de Grimbles. We zien nog steeds de kerstitems. We zien de Daily met de Safari, de Battle Royale, de Commando. En natuurlijk ook onderin zien we natuurlijk nog steeds de Joker. Oftewel de, hoe heet het, Last Laugh Bundle. Dus dat is zeker weer te tof allemaal om te zien. Je kunt natuurlijk overwegen om onze code in te vullen. Wie dat ook heeft gedaan is Macy. Macy, denk ik. Ik heb een aantal dingen gekocht met jullie zak. Hey, Macy, heel erg bedankt dat je onze code hebt ingevuld. Ik zie het inderdaad. Een dikke SO naar jou. Goed, laten we denk ik gelijk gaan beginnen met het eerste topic. Ik heb vandaag heel erg weinig, maar ik heb wel best wel groot nieuws eigenlijk. Dus laten we direct gaan starten. Ja, we beginnen natuurlijk eventjes met hoe ver we zijn in dit seizoen. En ja, we moeten op dit moment nog 100 dagen exact. Oké, dat gaat nog eventjes duren. We zitten op dit moment dus op 4%. Ja, ja, dat betekent dus 100 dagen zonder de pump. Rest in peace. Ja, het is niet anders. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over alle week 1 challenges. Ja, jullie zien hier een cheat sheet gemaakt door die Squatting Dog. Oftewel, de beste cheat sheet die er verkrijgbaar is. Dus zeker weer handig als je veel XP wil krijgen. Dan moet je deze natuurlijk doen. En ja, dan weet je wat je precies moet doen en wie wat waar. Dat staat allemaal op de cheat sheet. Ja, ik volg de challenges eerlijk gezegd niet. Ik speel gewoon en ik level op die manier. Maar je kunt natuurlijk overwegen om de challenges wel te doen. En dan is dit best wel handig. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. Ja, en dit is gelijk het grootste topic wat ik voor jullie heb. En één, ja, volgens mij de ene laatste, ja. Dit is echt best wel big. Namelijk, er komt waarschijnlijk iets best wel groots aan in Fortnite. Namelijk dinosaurs. En in chapter 1 zijn we echt al ontzettend veel geteased met dinosaurs. Ik bedoel, die grote voetstap, verschillende skins en nog veel en veel meer. Daar heb ik in het verleden al video's over gemaakt. Ondertussen is dat alweer 2 jaar geleden trouwens. Maar in ieder geval, dit seizoen, of deze chapter moet ik eigenlijk zeggen, denk ik dat we wel echt dino's gaan krijgen. En waarom denk ik dat? Nou, als we als eerst eventjes gaan kijken naar dit plaatje. We zien links Fortnite en rechts zien we de film van, volgens mij, even kijken, Jurassic Park. En daarin zijn natuurlijk heel erg veel dino's. En het is echt letterlijk gekopieerd. Dus we zien echt hier al eigenlijk 2 dingen die echt al gecopy-paste zijn uit die film. Maar dat is niet het enige. Namelijk, als je nog steeds niet gelooft dat dino's eraan gaan komen, moet je dit zien. Fortnite heeft dit getweet. Their vision is based on movement. En met een dino-teken erachter. En hier, het is dinosaurs. Ja, dus dit is zeker weten apart dat ze dit hebben getweet in het verleden. Dat is ondertussen alweer een, nou, ongeveer 1,5 week geleden dat ze dat hebben getweet. Maar oké, stel je hebt nog steeds iets van, oké, nee, dino's komen er niet aan. Nou moet je dit eens horen, namelijk dit zijn geluiden van een teaser. Laten we anders eventjes gaan luisteren. Reality log 1987. Why is every jungle in every reality crawling with venomous snakes and strange predators? Ah, whatever. It'll all be worth it when I find Maeve. Locals around here call her a wild heart. That's a shapeshifter to you and me. Rumor has it the gods have granted her 3 forms. Shark, harpy, and... actually, no one's lived long enough to see the third one. This will be fun. Ja, jullie horen het, een gehele jungle. En ja,
Kom op, dit moeten gewoon dino's zijn. Dit wordt gewoon een samenwerking met Jurassic World of Jurassic Park, hoe je het ook wil noemen. Ik denk in ieder geval dat we die samenwerking gaan krijgen. We zien trouwens op dit plaatje, zien we ook een referentie naar de film van Jurassic World. Oftewel, het blijft terugkomen in Fortnite. We hebben zo ontzettend veel teasers dat het eraan gaat komen. Dino's in Fortnite en ik ben heel erg hyped als dit erin gaat komen. Want dat betekent waarschijnlijk dat ze ten eerste je kunnen aanvallen. Dus dat is best wel creepy. Ten tweede dat je ze misschien wel kunt gebruiken als vehicle. Dus een beetje wat we zien bij de sharks. Ze zijn of tegen je, of je kunt er ook gebruik van maken. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat het ook gaat gebeuren bij dino's. Dat ze misschien wel jouw maatje kunnen worden met een beetje goud of zo, of een beetje vlees. En dat ze dan anderen aanvallen en dat ze dan bij jou horen. Dus ja, ik weet niet. Ik heb best wel veel ideeën bij dino's. Het lijkt me echt super tof als het erin gaat komen. Maar de vraag is wanneer? Ja, want we hebben enkel en alleen nog teasers. En ja, als er teasers blijven komen, ja, dan komt het er natuurlijk niet in. Ik bedoel, het moet uiteindelijk in de game komen in een update. Ik verwacht dit seizoen wel iets van dino's, maar dat pas later, denk ik, op het einde van het seizoen. Het is op dit moment nog eventjes afwachten. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste topic alweer. Ja, en dit is eventjes een satisfying clip van iemand. Van iemand die, eigenlijk perfect glide. Laten we gewoon eventjes gaan kijken. Ja, dat deed hij echt heel erg netjes. Ja, soms heb je van die glides en dat is echt super satisfying. En deze, ja, stond heel erg hoog op Reddit ook. En deze was gewoon echt heel erg satisfying om te kijken. Dames en heren, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash natuurlijk eventjes op het duimpje mag. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop met de code te veel gevraagd. #. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.